Yo, ça. Hey. Ça va? Ah, ouais. Ja. Tessa Willaert, we zijn hier in Frankfurt. Vandaag stond de terugwedstrijd van de halve finale in de Champions League op het programma. Je hebt ingevallen, je hebt het even Marujan moeilijk gemaakt, denk ik. Maar jullie zijn geplaatst, dat is het belangrijkste, hè? Ja, inderdaad. Direct na de match was het eigenlijk wel een nederlaag. Maar als we dan beseften dat we er eigenlijk vorige week al hard voor gewerkt hadden. En dat we binnen, hoeveel is het, binnen 25 dagen in de finale staan. Dan is het wel een topgevoel, ja. Ja. Voor jou is dat speciaal, denk ik, zoiets? Ja, ik denk mijn eerste jaar in Duitsland en direct een beker en een Champions League finale. Ik denk dat we niet mogen klagen. En, het zijn natuurlijk niet veel die dat mogen meemaken, dus ja, ik geniet ervan en hopelijk kan ik terug invallen. Ja. Je bent pas de derde Belgische na Marijke Kalleboud en Femke Maas die in een finale kunnen spelen. Het hoogtepunt in deze Champions League voor jou, was dat de goal tegen Brescia? Het moment? Ja, ik denk dat dat toch wel een mooie herinnering is. Ook omdat het toch wel een mooi doelpunt was, denk ik. Maar ja, ook vorige week om onze ploeg zo te zien voetballen, dat doet deugd en dat is echt leuk. En ik ben trots dat ik hiervan deel mag uitmaken. Ja. Je beklaagt het je niet dat je naar Duitsland gekomen bent? Nog altijd niet, nee. Nee? Nee. Ja. Dan, je zegt het ook, je hebt woensdag al een nieuwe wedstrijd tegen Hoffenheim. Jullie moeten ook nog die tweede plaats verdedigen in het kampioenschap, hè, om die Champions League ticket voor volgend jaar veilig te stellen. Hoe zie je dat? Want dat is nu al binnen 3 dagen. Ja, klopt. Ik denk dat we nu terug zullen rijden naar Wolfsburg en dan de komende dagen terug zullen focussen dan op Hoffenheim. En hopelijk is de ploeg niet te moe om terug te winnen. Maar ja, oké, we hebben 4 punten voorsprong op Frankfurt. Dus op 3 matchen mogen we dat eigenlijk niet meer weggeven. Maar het wordt nog 3 finales, want uiteindelijk wil elke ploeg wel winnen tegen ons. Maar ik denk als we spelen zoals vorige week en met de instelling van vandaag, dat zeker moet lukken. Ja. Dan half mei of 21 mei spelen jullie tegen Zand. Bekerfinale in Keulen, ook groot stadion, veel volk zal daar zijn. Hoe zie je dat? Want dat is, je hebt Belgische bekerfinales gespeeld, maar Duits is nog iets belangrijker, denk ik. Ja, ik denk dat ik pas ga kunnen vergelijken als ik er sta na de match. Maar ja, ik denk dat dat toch iets speciaals is. Ik heb ook gehoord vorig jaar meer dan 20.000 mensen. Dus ik denk dat de beker ook totaal niet te vergelijken is met die van België. Maar ja, tegen Zand, dat is zeker niet onderschatten. We hebben in de competitie daar ook moeilijk tegen gehad. En uiteindelijk hebben ze ook Bayern uitgeschakeld. Dus dat wordt ook zeker een moeilijke wedstrijd. Ja, je ziet daar bij Zand iemand terug van Servië, hè, nationale ploeg. Ja, Damjanovic, inderdaad. Klopt. Ja. Dan met de Belgian Red Flames. Daar staat het ook goed voor. Jullie hebben in Engeland prachtig mooi punt gehaald. Tegen Estland 6-0 gewonnen. Nu hebben jullie nog in juni die match in Estland. Hoe zie je dat? Want Nederland komt er stiltjes aan, hè, denk ik. Ja, ik denk dat we de laatste wedstrijden erg goed gedaan hebben. Als je ziet ook op de wedstrijd hoeveel punten dat we gehaald hebben. Ik denk dat we voor de campagne daar al voor getekend hadden. Maar ja, ik denk dat we nog elke wedstrijd de focus moeten blijven. En ja, we moeten nog alles winnen natuurlijk. Ik hoop dat we tegen Servië en Estland de 6 punten nemen. Zodat we dan uitgerust en vol focus tegen Engeland nog er een mooie match kunnen van maken. Ja, en dan hopelijk voor een vol huis is. Ja, dat zou mooi zijn natuurlijk. Hè. Ik hoop erop. Ja. Oké, okay. Ik wens je veel succes in de finale en ook in de beker. Dank u wel. Dank u.